auto is op 100 meter van het startpunt. Start gevallen en Goedmans Best heeft de auto ook gehaald. Zit zelfs midden in het peloton. En de leiding wordt aan de binnenzijde voorlopig even genomen door Jamira Beukenswijk. Tweede spoor Jes Alki. Derde spoor Swinger Bobber. En daarachter wordt teruggenomen Vulcano ZR. Zo gaan ze de eerste bocht in. Aan de relingzijde nummer 11 galop. Aan de relingzijde leidt Jamira Beukenswijk. Aan de buitenzijde komt naar voren Swinger Bobber. En daarachter wordt teruggenomen Jes Alki. Vierde plaats daarachter voor Vulcano ZR. Vijfde is Candles en Caviar. En op de zesde plaats ligt Fasterboat Checkpoint. Ja, op de stal keek even over de schouder. En als hij ver genoeg heeft gekeken, ziet hij ook het zevende paard. Dat is de favoriet Jorlof Lois. En die wordt gevolgd door Tivonne Promise. Dan een hele tijd niets. En dan Goedmans Best, die toch een galoppade heeft gemaakt in die eerste bocht. En de eerste opening was 1:16:05. Zo gaan de paarden op weg naar de linkerbocht. Met Swinger Bobber inmiddels aan de leiding. Op de tweede plaats daarachter sterk gehouden Jamira Beukenswijk. Vulcano ZR trouwens. Jamira Beukenswijk ligt derde op een lengte of drie daar weer achter. En aan de buitenzijde daarvan doemt op. Aan de buitenzijde is dat Fasterboat Checkpoint die al aan de opmars bezig is. Lag zojuist vijfde, ligt nu vierde, gedeeld derde. En is op weg naar voren en zo komen de deelnemers de rechte lijn voor de tribune in. Leiding in handen van Swinger Bobber, een outsider. Daarachter Vulcano ZR, ook een outsider. En de derde plaats aan de buitenkant is voor de opkomende Fasterboat Checkpoint. En dat is een van de kanspaarden in deze koers. Wordt gevolgd door Jorlof Lois, die gaat mee op de rug van Fasterboat Checkpoint. Mooier kon hij hem niet krijgen. En zo zijn we inmiddels de tweede tussentijd door in 1:14:06. Eerste kilometer in 1:15:05. En dan gaat heel hard Peter Velding aan kop met Swinger Bobber. Gaat de rechterbocht alweer in. De enige die hem bij kan houden is Vulcano ZR. Dan een hele tijd niets, dan Fasterboat Checkpoint die zich toch maar weer in de achtervolging gaat zetten. Ging even naar binnen, maar gaat nu weer terug naar buiten en loopt nu hard in op die voorste paarden. Achter hem aan gaat mee. Jorlof Lois, die ligt vierde, ligt er perfect in. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn overzijde. Swinger Bobber leidt nog altijd, maar dat gaat niet lang meer duren, want daar komen ze aan de buitenzijde. Vulcano ZR naar het tweede spoor. Derde spoor voor Fasterboat Checkpoint. Een anderhalve lengte daarachter. Jorlof Lois. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Swinger Bobber verdedigt zich nog steeds. Maar daar gaat nummer 5 galop. Fasterboat Checkpoint. En die neemt de leiding over. Naar de tweede plaats gaat aan de buitenkant nu Jorlof Lois. Zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels is de koploper halverwege de laatste bocht. Fasterboat Checkpoint probeert te demareren. Maar de favoriet houdt hem bij. Jorlof Lois ligt op anderhalve lengte daarachter. De rest snakt naar adem. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Fasterboat Checkpoint aan de binnenkant. Aan de buitenzijde Jorlof Lois. Jorlof Lois versnelt, maar gaat niet echt harder dan Fasterboat Checkpoint. Fasterboat Checkpoint aan de binnenkant. Jorlof Lois loopt nog steeds niet in. Het wordt een terstalletje die hier aankomt. Het is Fasterboat Checkpoint die gaat winnen. Jorlof Lois heeft zijn best gedaan, maar wordt tweede. Een derde Candles en Caviar. Rogier, de winnaar is officieel. Winnende tijd was 1:14:07. Dat betekent dat we kunnen gaan huldigen, dames en heren. Jaap Terstal en Fasterboat Checkpoint. Een zesjarige donkerbruin eens van Comet Steel, het Comiva. Gefokt in Zweden, het bezit van Jaap Terstal. Getraind door Peter Stroper. Voortreffelijk gereden door Jaap Terstal. Jaap, van harte, je hebt een grote fanclub mee. Ik zou zeggen, stel ze allemaal even voor. Het zijn mijn collega's van de ambulancedienst uit Den Helder. En ze waren een bedrijfsuitje en daar heb ik dit voorgesteld. Een beetje nieuwe mensen in de sport. Ze maken sfeer, heb ik het idee. Ja, dat is nog niet afgelopen. Het is toch een heel serieus vak op die ambulance? Ja, maar een beetje vrije tijd moet je een beetje gek doen. Ik ben helemaal met je eens, Jaap. De paard was weer fenomenaal, hè? Ja, het is niet normaal. Ook mede dankzij Michel zijn moeder. Die hem twee keer in de week masseert en dat helpt goed. Hartstikke mooi, ja. De mede-eigenaar Gert-Jan Slijter was een beetje nerveus. Jorlof Lois op zijn rug. Stroper zit ernaast, die zegt nee. Nee, het blaad blijft altijd gaan. Maakt niet uit. Dat is mooi voor de toekomst, Jaap, op naar een kampioenschap misschien. Nou, zal wel lekker wezen. Je best. Als je fans maar blijven komen in ieder geval. Jaap Terstal, dames en heren, de ambulancebroeder uit de kop van Noord-Holland, heeft zijn collega's en vrienden meegenomen naar Victoria Park. En hij rijdt nog vooraan ook met een ongekend sterk paard, Fasterboat Checkpoint. En u kunt in de handen, dames en heren, voor de winnaars van de tweede van vandaag. De Bas Zwarts bedanktprijs is gewonnen door Jaap Terstal met Fasterboat Checkpoint.
we're gonna win. Forget about a draw, we're gonna score. And then we're gonna get a few more. Maybe another one just to be sure. We'll make you look just like an amateur. Het is helemaal officieel, dames en heren. Winnaar is geworden de 7 vaste Wo Checkpoint. De winnende tijd was 1:14:07. Tweede aankomende de 9, Jorlo Vlois. Derde werd de 10, Kendalls en Caviar. Vierde was de 3, Jess Alki. En vijfde aankomende de 6, Vulcano ZR. 7-9-10-3-6 officieel.